Hi, ik ben Sandra van CreaDream en in dit filmpje wil ik jullie graag laten zien hoe je heel leuk Peyote kan rijgen met 8 neurokaaiers en Miyuki spacers. Het idee is eigenlijk heel spontaan ontstaan. Ik zal wel even laten zien wat ik ook al aan het maken ben geweest met precies dezelfde kralen, is right angle weave. Met dan dus steeds de rokai en de spacer naast elkaar. En dat vond ik eigenlijk wel heel leuk hoe dat zo mooi fijntjes op elkaar aansluit. En ik wou dus eigenlijk kijken, wat kunnen we daar nog meer mee maken? En zo is dus eigenlijk toen het idee ontstaan om gewoon Peyote te doen. We doen eigenlijk gewoon 3 kraaltjes per steek. En het is eigenlijk gewoon heel simpel de Peyote steek heen en weer rijgen. En voordat ik enthousiast nog veel meer ga vertellen, laat ik gaan beginnen over wat je nodig hebt. Je hebt nodig Miyuki rokaiers maat 8-0 in combinatie met Miyuki spacers, een rijgenaald en Fireline rijgaren. Ik heb zelf dikte 0,15 ervoor gebruikt. En de reden dat ik het liefst Fireline in plaats van rijgaren gebruik bij dit patroon, is omdat bij rijgaren zit nog net een klein beetje rek in en bij Fireline niet. En je moet bij deze armband moet je best wel strak rijgen om de kralen mooi strak tegen elkaar aan te krijgen. En ik merkte dat ik bij rijgaren dan soms nog wat afstand ertussen had. En bij Fireline kan je dat voorkomen. Qua Fireline heb ik gekozen voor lengte 1,55 meter. En wat ik dan eigenlijk doe is, ik krijg de naald gewoon vlak op het eind. En dan ga ik zo zorgen dat de kralen in het midden eindigen. En dat ik daarna zeg maar van links en naar rechts kan gaan rijgen. En hierdoor hoef ik geen draad aan te hechten. Dus laten we eerst even gaan beginnen met het rijgen. Dus ik rijg een spacer, kraaltje, spacer. Dat is zeg maar de eerste steek. En dan weer een spacer, kraaltje, spacer. En wat ik nu dus doe is, ik pak de uiteindes van de draad samen. Ik schuif de kralen tot ik in het midden uitkomt. Maakt niet uit als het een paar centimeter scheelt, maar zolang het ongeveer in het midden is. Zo. En dan ga ik het nu aan deze kant zeg maar zo strak vasthouden. Dan hou ik het eigenlijk gewoon zo vast. Ik hou de kraaltjes vast. En dan kan ik nu aan de andere kant de rijgaren wat verder door de naald trekken. Zodat het een fijne lengte is om te rijgen. En nu gaan we dan dus beginnen. Ik krijg nu een spacer, kraaltje en weer een spacer. Zo. En deze laatste 3 sla ik over. En ik rijg door de volgende 3. Dus door de spacer, kraaltje en de spacer. En ik trek het strak aan. Dus zoals je ziet gaat het dan mooi naast elkaar vallen. En zo gaan we nu dus eigenlijk gewoon de hele tijd door. Spacer, kraaltje, spacer. En weer terugrijgen door 3 kraaltjes. Zo. Dus je rijgt steeds zo heen en weer. Zeg maar 1 steek per rij. En je moet goed opletten dat je het goed strak aantrekt. Zodat de spacers ook mooi recht tegen de kralen aanvallen. Zo. Zo. Schiet die pronk een beetje los. Wat ik dan altijd doe is, ik trek weer even aan deze kant strak, zeg maar. Zodat die vorige steek weer strak valt. Dan hou ik het weer vast. En dan kan ik de volgende weer strak trekken. Dus ik heb de 3 kraaltjes geregen. En ik steek de naald weer door de 3 reeds geregen kraaltjes. Dat is het eigenlijk al helemaal. En wat ik dan dus doe is, ik krijg eerst deze draad zeg maar op. Tot ik, wat zal het zijn, nog zo'n 15 centimeter ongeveer minimaal over heb. Om nog makkelijk af te kunnen werken. En vervolgens ga ik aan die kant ook zo rijgen. Tot de armband dus lang genoeg is. Ik heb nu doorgeregen tot de totale lengte zo'n 16,5 centimeter is. Dat is voor mij een fijne lengte. En wat ik wel leuk vind bij deze armband, is om te zorgen dat de Peyote steek aan de ene kant beneden eindigt en aan de andere kant boven. Zodat als je het zo bij elkaar hebt, het zeg maar mooi op elkaar aansluit. Je zou een karabijnslotje hierop kunnen bevestigen, maar zelf vind ik in dit geval zo'n schuifknoop wel mooi. Dus ik heb hier al zo'n armband om, kan ik even laten zien.
Dus heb ik hier uiteindelijk rijgkoord toegevoegd om een schuifknoop te kunnen maken. Ik ga nu nog een laatste rijtje met alleen maar spacers rijgen. Want dat vind ik wel mooi dat het met zo'n bruine kleurtje afgesloten wordt. Dus ik rijg 3 spacers. Dan rijg ik door de vorige 3 reeds gelegen kraaltjes. En dan weer 3 spacers. En omdat hier uiteindelijk het slotje ook aan bevestigd zal worden, of in mijn geval de schuifknoop, vind ik het wel fijn om net wat extra stevigheid te hebben. Dus dan haal ik het meerdere keren door dezelfde krallen heen. Dus dan rijg ik weer door de steek hiernaast. En dan weer door die. Waardoor ik weer hierboven eindig. Waardoor ik het er weer makkelijk doorheen kan halen. Ik vind het zelf fijn om 3 keer zo er doorheen te hebben geregen. Voor net die extra stevigheid. Groot kans dat met 1 keer ook voldoende sterk zou zijn. Maar ik weet in ieder geval zeker dat het ook mooi strak er tegenaan blijft. Zo. Dan kan ik nu het draadje af gaan werken. Dan rijg ik hem hier door 3 kraaltjes. Het makkelijkste is om een knoopje hier langs de rand te maken. Maar dan ben ik soms toch een beetje perfectionistisch. Ja, dan kan je het knoopje nog net een beetje zien. Ook al moet je het wel heel dichtbij bekijken. Dus dan vind ik het fijner om een knoopje hier in het midden te doen. Dat is wel lastig, omdat het heel strak tegen elkaar aangeregen is. Maar wat ik dan eigenlijk wil doen, is... Ik heb de draad nu hier zeg maar zo naar beneden eindigen. Dat ik het zo net hiernaast zo naar beneden steekt. Waardoor je in feite een lusje krijgt, zeg maar. En ik steek dus weer hier aan de onderkant van die spaces terug naar boven. Zo, en dan krijg je dus zo'n lusje hier. En daar kan je hem doorheen trekken. Dan moet je wel nog een beetje goed opletten, want soms kan je pech hebben dat die knoop net niet goed valt. Als je het voorzichtig strak trekt, dan heb je uiteindelijk een knoopje om het draad hier in het midden. Zo. Dus die zit voldoende vast. En dan leg ik het nog net door een aantal kraaltjes. En dan kan ik het kort afknippen. Dan is de draad afgewerkt. Deze armband is nu klaar. Ik wil nog even een trucje laten zien hoe je rijgkoord kan toevoegen, zodat je er een mooie schuifknop van kan maken. Het is eigenlijk vrij simpel. Ik neem een soepele naald, zodat ik makkelijk de rijgkoord kan rijgen. En ik heb hier dus de spacers, dat passen dus makkelijk doorheen. En wat ik eigenlijk wil doen, ik rijg zo vanaf het midden naar buiten. Zo. En dan sla ik 1 kraaltje over. En dan rijg ik zo terug. En dan heb ik op die manier, in feite zeg maar een soort lusje zo om de kraal heen. Ja, waardoor het vanzelf al netjes vast zit in het midden van de armband. En zo hebben we de koord dus in feite om een schuifknoop te kunnen maken. Dus ik heb hier even een voorbeeld waar het al klaar is. Dus aan de ene kant voeg je de draad toe op die manier, de andere kant. En dan kan je een knoopje maken, kraaltje rijgen, nog een knoopje. Zodat het netjes is afgewerkt. En een schuifknoop maken. Dat hebben we al in een ander filmpje uitgelegd, hoe je dat kan maken. Ik hoop dat jullie wat hebben aan deze tutorial. Als er nog vragen zijn, post ze gerust hieronder onder comments of mail ze naar ons. Een duimpje vinden we altijd helemaal leuk om te krijgen. En als je wat gemaakt hebt en een foto daarvan kan mailen, vinden we ook altijd super leuk om terug te zien. Veel plezier ermee en een fijne dag.